Hallo, Sevelina Dokkoets hier. In de toelichting over het gebruik van een eigen plekje, een eigen plaats in huis die dient voor de hond, waar die kan chillen, rustig kan zijn, gewoon kan slapen, niet hoeft te stalken, niet hoeft te waken, waar verder niks van wordt gevraagd, maar waar die ook niet wordt gestoord. Hè. Dat is een hele mooie basis om te gebruiken in huis, om je hond te leren om gewoon te chillen. He, en je kan hem daarna ook toepassen als de hond gewoon het commando leert van hey, het woordje plaats gebruik ik vaak. Staat voor chillen, rustig zijn. He, dan kan je het ook meenemen als je bijvoorbeeld een terrasje gaat pakken. Of je zit in de auto of je bent bij bezoek bij anderen. Dan kan je ook tegen de hond zeggen dit is je plaats, die wijs ik toe. En dan weet de hond van oh ja, ik heb geleerd dat ik daar gewoon moet chillen. Ongeacht welke plek het ook is. Dus een hele fijne plek. Ik zal het ook even demonstreren met mijn eigen hond, Sierra. Sierra? Ja. Yeah. Kom maar. Plaats. Yes. En dus als je hond even iets van moeite heeft in het begin van hoe moet ik opkomen, wat is de bedoeling, dan kan je natuurlijk ook, ik heb hier ook een lijntje, even de hondenlijn omdoen, dan kan je eventjes helpen daarbij. Hè, zonder dat je moeilijk hoeft te doen, maar pak je gewoon het hondenlijntje en dan breng je hem naar de plaats. Hè. Je kan zelf ook aan de zijkant of achterkant gaan staan, zodat het voor de hond makkelijker is van de beweging om op de plaats te komen. Dus heel fijn, pas deze toe, geef het commando plaats en dat is op de plaats blijven, totdat je het commando geeft dat het weer vrij mag. En daar kan je een ander woord voor nemen. Dus leer dat wel. Van als je aangeeft plaats, is daar gewoon blijven. En anders is het gewoon vrij. Dus zoals nu ik zo direct ga doen, dat ik mijn hond weer aangeef van nou je mag weer even je eigen gang gaan. Hè. Pas dit toe. Want als de hond dit leert, dan kan je haar ook verantwoordelijk houden over hem. Als de bezoek is, de bel gaat, de kinderen een feestje geven, een verjaardag is of wat dan ook. Hè, of de klusjesman komt. Dat je kan zeggen, nee ik wil nu. De opdracht voor jou is op je plaats te gaan zitten. En dat betekent voor de hond ook gewoon chillen. En hè, daar kan ik dan gewoon voor blijven. Ja, vrij. Ik geef het woordje vrij, zodat ze weet van, oh oké, okay, ik hoef niet meer te blijven zitten. Pas dit toe. Het is zo waardevol als je hond dit kent. Voor vele facetten, ook in het verdere leven van je hond. Richting de gehoorzaamheid in ieder geval. Succes! Yeah! Goed zo! Yeah!